Hey, goedenavond, welkom bij onze Facebook livestream. Ik ga even wachten voor de live deel. Op de live deel was even 30 seconden en dan ga ik starten met de introductie. Goed, nogmaals een hartelijk welkom, een hele goede avond. Mijn naam is Isaac Chili en namens MMC Sport en Beweeg bied ik vandaag weer een HIIT workout uit. Een intensieve workout van 30 minuten. Het is belangrijk dat je lekker je sportkleding aan hebt. Van deze workout ga je zweten. Zorg dat je lekker een handdoekje, iets te drinken bij de hand hebt. Iedereen kan en mag deelnemen aan deze workout. Want nu is het belangrijk om te blijven bewegen en goed voor je lichaam te zorgen. Zorg dat je tijdens de workout altijd goed naar je eigen lichaam blijft luisteren, zodat je niks forceert. Iedereen mag ook en is ook vrij om wat eigen muziek op te zetten. Dan kan hem net een klein beetje extra energie geven of de juiste sfeer geven. Goed, we hebben vandaag weer een warming-up opstaan. Bestaand uit een Tabata, gaan dus 20 seconden activiteit, 10 seconden rusttijd. En dan gaan we de volgende oefeningen doen. Oefening 1, gaan we zitten. En dan gaan we Russian twist doen. Ja? Je mag hem ook even kiezen om je voet van de grond te doen. Of die wat zwaarder, krijg je weer een balansfactor erbij. 2, dan gaan we knie heffen op de plek. Goed hoog ophalen. Deze gaan we afwisselen met hakken billen. We hebben dus 8 rondjes. Oefening 1 en 2 komen dus 4 keer terug. Waarbij we oefening 2 die gaan afwisselen tussen knie heffen en hakken billen. Klinkt misschien ingewikkeld, maar het is heel makkelijk. Nou, geef jezelf de ruimte. Ik ga de timer erbij pakken. En dan gaan we beginnen met onze warming up. Goed, 8 rondjes, 20 seconden, 10 seconden rust. En we starten in 5, 4, 3, 2, 1. Russian twist. Ja? Dus goed je schouders indraaien. Niet alleen je armen van links naar rechts en je schouders stil houden, maar echt roteren met die schouders. Zo krijg je veel rotatie erop. Ja, daar gaan we. That's it. Kom maar terug op, 10 seconden. Eerste, knie even. 3, 2, 1. En kom. Dus ophalen. Dit. En check. Goed. Gaan we terug naar Russian twist. En let's go. Dus goed naar achterlijnen. Spanning hebben op de buikspieren. Lichaam op recht houden. Niet doorgezakt zitten. Recht en indraaien. Links en rechts, yes. Hou vol. En check. Goed. Voor oefening 2 uit. Die gaan we afwisselen. Nu is het tijd voor hakken billen. En go. Yes. Zit. 3, 2, 1. Goed, zit op de helft. En weer zitten. Russian twist. You ready? Let's go. Yes, terug op, knie even. Yes, en hamer. En
headset. Die haalslag omhoog brengen. En check. Laatste rondje. Russian twist. Ja. En het. Edges. Top. Hakkenbillen. Ja. En go. Check. Goed. Dit was onze Tabataanse warming-up. Nu gaan we door naar de kern. We staan er 5 oefeningen. Leuk dat je meekijkt. De eerste oefening. Ja. Gaan we dus in een plankpositie. Oftewel een hoge plank. En ook bekend als push-up positie. Vanaf hier. 1, 2, 1, 2. Twee keer jacks uit elkaar en dan shoulder tap. Dus 2 keer uit elkaar springen en dan links en rechts shoulder tap. Dat is de eerste oefening, dat is een combinatieoefening. Dus die gaan we 40 seconden doen, dan 20 seconden rust. Dan gaan we naar de volgende oefening. Dat is een lange naam, single leg, Romanian deadlift, jumps. Dus je gaat je benen achter brengen en dan kom je op. Balans houden. Ja, vind je dat lastig of balans? Balans of je raakt vermoeid, gaan we gewoon door naar de swings. Ja, dus dan hoef je niet met je stambeen van de grond af te komen. Doe dan eigenlijk 4 rondjes. Dus de eerste ronde doe je linkerbeen, de tweede ronde rechterbeen of andersom. Als je maar per ronde van standbeen wisselt. Ja. Oefening 3. Gaan we liggen. Dan mag je matje erbij pakken. Hoe ziet het? Waar je achterop ligt. Dan gaan we de butterfly glute bridge combineren met een butterfly sit-up. En bij de butterfly mag je je voeten tegen elkaar zetten. Ja. Dus dat ziet als volgt eruit. Voeten tegen elkaar. Billen omhoog. Buik weer hier ook al op spanning. Terug neerzetten. En opkomen. Voeten aantikken. En terug. Op. Omlaag. Op. En sit-up. Dat is oefening 3. Ook een combinatieoefening. Dan komen we terug op. Dan gaan we jumping jacks doen. Ja, een bekende oefening. Een hoge frequentie aanpakken. Even goed je hals wat hoog houden. En dan sluiten we af met een oefening die misschien een beetje in eerste instantie raar lijkt. Het zijn halo slams. We hebben de vingers in elkaar slaan. De arm buiten langs brengen. Boven over. Naar links rechts. Alsof je met een hamer, moker, slaghamer. Wat je moker in beeld, een bel. Buiten langs, boven over, buiten langs. Bovenop. Dus je wilt eigenlijk veel rotatie creëren in je romp. Goed samenkomen. Naar voren. Je buik. Zeg met intentie slaan. Alsof je een blok houdt. Door midden wilt slaan met je bel. Dus buiten langs. Bovenop. Ja. Dat is onze oefening. Daarmee gaan we afsluiten. Het zijn dus 5 oefeningen. 4 rondjes. 40 seconden actief. 20 seconden rust. Goed. Ik stel de timer aan. Zet het bakje klaar. Voor de workout itself. That's it. 20. 40.
Goed. Zijn jullie er klaar voor? Yes, dan merk ik dat ook. Goed, 10 seconden. Naar de oefening 1. Push-up positie, hoge plank positie. En go. Uit, uit. 1, 2. Uit, uit. 1, 2. That's it. 2. Dus omgenomen. 2 keer in en uit springen. Shoulder taps. Check, goed. Oefening 1 en oefening 2. De misschien wel lastigste oefening van vandaag. Er komt veel coördinatie en techniek bij kijken. Benen achter en naar voren zwaaien als het lukt. Doe je een jump erbij. Ja? Dus eerst aftasten. Op. Oeh, zie je hè? Terug voor. Oefening buiten kunst. En ja. Concentreren. That's it. Ook ik moet goed concentreren. Zoek één punt op waar je blijft focussen voor je balans. Oeh. Steeds dichterbij. En that's it. Ja. Dan gaan we naar oefening 3. De butterflies. Yes. Zijn voeten tegen elkaar. Zet ze onder, onderkant nog even tegen elkaar. En dan gaan de billen omhoog. 1. En een sit-up. Blue bridge. En een sit-up. Op. Sit-up, that's it. Prima, goed. Jumping jacks. Oefening 4. Je mag je een loge aan. Gewoonte. Goed. You ready? 3, 2, 1. En go. Zit, hou je tempo vast, find your rhythm, that's it, and check, goed, oefening 5, de hele snel, dus buiten langs, over. Yes, dat zijn ze. En 3, 2, 1, let's go. That's it. En door. Met een tentje uitvoeren. Zo doet. Voel je er vrij weinig van. Het is eigen tentje, ja. Bam. Weer wat afwisseling. Blijf nieuwe oefeningen proberen. Pap. Yes, prima. Goed, dat was het eerste rondje.
Ronde 2. Klein slokje tussendoor. That's it. And here we go. 1, 2, 2. Gaan we weer. Nu gaan we nek eraan, andere been. Leuk, vind je dat nou moeilijk? Wat ik kan begrijpen, want ik vind het ook echt heel lastig. Dan ga je gewoon rustig, klein beginnen. Dan probeer je hem steeds groter te maken. Als dat goed gaat, en hem explosiever uitvoeren. En dan probeer je op het einde de hoop te doen. Yes? Vergeet je armen niet. Het is allemaal voor balans. Yes. Kom. Yes. Dan zien we weer. Ook wij moeten ons best doen en zijn hier overal goed in. Goed, oefening 3. Gaan we liggen in de butterfly houding. Waarbij we de voeten tegen elkaar zetten. You ready? Op. That's it. En door. Kom. Deze is goed te doen. En prima. Jumping jacks it is, oefening 4. Warm. Goed, je weet wat je te doen staat. Je weet wat je kunt verwachten. Dus nu je tempo bepalen. Ja, iets wat je kunt volhouden. Genoeg tijd om tussendoor te rusten. Yes, kom. And that's it. Back to the halo slams. Dus de vingers in elkaar. Allemaal mooi lang houden. Goed boven je hoofd. En dan vergeet niet je core te gebruiken. Hè? Dus vanaf hier boven. Het zou zonde zijn als je dat laat liggen. Yes, that's it. Bam, bam, en door. That's it. Goed. We zijn halverwege.
twee rondjes te gaan. 10 minuten voor de boeg. Ik ken nog steeds een horloge die ik niet aan heb. Goed. Eerste oefening. Hoge plank. Wit jacks en shoulder taps. Here we go. 1, 2, 2. Yes. Woo, nice. Goed. Zijn we bij onze favoriete oefening van vandaag. De single leg, meaning deadlift jumps. Goed. Andere been. En let's go. Even iets rustiger uitvoeren. En we willen het wel proberen, maar raak je een keer in beland, mag ook even tussentijd je voet weer terugzetten. En dan probeer het gewoon een keer opnieuw. Dus ja, dan doe je met een reset. Ja. En dat is het. Goed. De butterflies. De butterfly combo. Even liggen. Genieten van de rust die we krijgen. Is niet veel, maar net genoeg. Goed, 3, 2, 1. Here we go again. Op. En sit up. Op. En sit up. Goed de billen aanspannen, boven naar goed samen knijpen en zit. Yes. En that's it. Jumping jacks. Oefening 4. Stay hydrated, jumping jet, in positie, you ready, 3, 2, 1, and go. Yes. En we springen door. Even volhouden. En check. Goed, terug bij de helo's. Laatste oefening van dit rondje. Helo slams. Blijf goed op je adem aan. Let diep in de neus. Uit door de mond. In door de neus. Uit door de mond. Let's go. Yes. Blijven lachen. En gaan door. Yes. Hou vol. Wacht op de piepjes. Yes, goed. Laatste ronde, nieuwe
voorronde, nieuwe kansen. U weet wat ons te doen staat. U weet welke oefeningen je kunt verwachten. Zoek een ritme uit waarbij je de tijd mooi vol kunt maken. Heb je er energie over? Gaan we ervoor. Eerst geef je gas bij 1, 2. Check. Goed. Oefening minder. Gaan we naar je andere been. En single leg Romanian deadlift. Swings of jumps. Ja. Let's go. Balans. Heel rustig. Als je het gevoel hebt, pakken. Probeer op te werken naar de jumps. Yes. That's it. Ja. Yeah. Woo. Nice. Check, weer eentje minder. 3 te gaan. Butterfly combo. Zo. Gaan we liggen in positie. Wacht tot de piep. Yes, 3, 2, 1. Op. En sit up. Yes, come on. Nog eentje. Extra om goed af te sluiten. Yes, that's it. Goed. Check. Weer een minder. Final 2 laatste oefeningen. Jumping jacks en halo slams. Ja. 2 minuutjes volhouden. Einde is in zicht. En klaarstaan. 3. 2, 1, en go! That's it. Dan springen we het weekend in. Yes! Keep it up. Put in that work. Bijna. En check. Goed. Laatste oefening. Woe. Goed. Als je nog wat in je hebt, geef je alles in die laatste oefening. En vol overgave de hele slams in. Ja. Gaan we vast klaarstaan. Vingers aan elkaar. 3, 2, 1. En go. Yes, kom op. Buiten langs, bovenover. Gebruik je buikspieren optimaal. That's it. Kom op, we zijn er bijna. Wacht op die piepjes. Nog een paar seconden en dan, yes, ah. Goed, dat was de
laatste oefening, de laatste secondes. Heel even een slokje water. En dan gaan we ademhaling terug onder controle brengen. Yes. Zo. Gaan we drie keer diep inademen. Door de neus. En door de mond. Yes. Gaan we in en uit. Twee keer. In en uit. In. Uit. Goed. Dit was hem weer voor vanavond. Hopelijk heb je ook nooit van deze intensieve workout. Heb je nog tips of tops? Graag zelfs, want zo kunnen we een betere les voor jullie aanbieden. Wil je op de hoogte blijven, gaan we naar intranet en onze Facebookpagina in de gaten. Vond je het een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Ik wens jullie voor nu alle hele fijne weekend. Heel fijn Pasen. En tot de volgende keer zou ik maar zeggen. Veel succes met de paaseieren.